augustus 2014 en er is gewoon een fucking speciale dag voor mij. En daarover ga ik in deze video wat mee. 2 jaar, oh my god. 15 augustus 2015. In 2013 heb ik mijn naam veranderd naar Acid en ben ik begonnen als Acid. In 2014 zag ik er fucking lelijk uit. En in 2015 ben ik nog fucked up. Heb ik volledig geen leven meer. Maar heb ik wel een verjaardagsaardappel. En die ga ik gewoon aansteken. Want het is maar 1 keer je verjaardag per jaar. En oh my god, als deze kaarsjes niet werken, dan klaag ik de HEMA zo hard aan. Oké? Let's go! Happy birthday to me! Dit is zo fucking autistisch. Maar ik ben wel jarig. Let's go! YouTube verjaardag en dat gaan wij niet gewoon op een typische saaie manier doen. Dat gaan wij gewoon op een coole manier doen. Oh my god, deze kaarsen stinken nog eens fucking hard. We gaan dat gewoon op een fucking chille manier doen. We gaan even leuk praten met elkaar. Even leuk interactive zijn. En ik ga even leuk met jullie praten. Geen typische video dat ik zet en praat voor 15 minuten over hoe hard mijn leven is en zo. Maar dan gaan we leuk zijn, blij zijn en veel te wijde t-shirts dragen. Let's go! Welkom allemaal bij mijn 2-jaarlijkse verjaardag. Jullie kunnen officieel zeggen, als je deze video kijkt op 15 augustus, dat je er gewoon fucking bij was. Als jij de video van vorig jaar hebt gezien, dan ben jij een fucking legend. Wow, amazing. Maar als je hem niet hebt gezien, ben je nog altijd een fucking legend, want dan ben je er dit jaar bij. We hebben gewoon fucking meer dan 20.000 abonnees. Dat betekent dat we onze abonnees meer dan vertwintigdubbeld hebben in 1 jaar. We hebben meer dan 1 miljoen views. We hebben meer dan 400.000 views per maand. We hebben meer dan 1 miljoen minuten gekeken per maand. En we hebben meer dan 5 custubs per maand. Weet je fucking awesome dat dat is? Inderdaad, is super insane. Eigenlijk moet ik jullie gewoon bedanken, want zonder jullie was ik al lang gestopt met YouTube. Als ik elke video maar 1 like had, was ik al lang gestopt. Maar dat is niet zo. Ik zit hier gewoon nog. Ik zet de kaarsjes weer aan, want het is wel... Let's go! Hopelijk sticht ik hier geen brandje. Ik denk niet dat het illegaal is. Ik denk niet dat er iets kan gebeuren. Mijn taartje staat daar. Mijn aardappel staat daar gewoon mooi. Dus het is gewoon goed. 2 jaar YouTube. In die 2 jaar is er heel veel gebeurd. Heb heel veel mensen leren kennen. Ik ga 2015 heel kort samenvatten. Begon allemaal in augustus vorig jaar. Toen ik mijn nieuwe Sony Alpha had. Ik begon praatvideo's op te nemen. Geloof het of niet mensen. Ik begon het te voelen hoe het was om praatvideo's op te nemen. Een beetje verder evolueren we naar september, waar ik voor de allereerste keer gemeet heb met Ryan en Quinten en Miguel. Dan zijn we naar Bobbejaanland geweest. Het was fucking awesome. Het was de allereerste keer dat ik YouTubers in het echt ging meeten. Dan schuiven we door naar oktober, Gameforce. Het was de allereerste keer dat ik naar een soort van fanmeeting ging, naar een soort van gameconferentie. Er gaat echt niks gebeuren met deze kaartje. Vergeet het niet te zeggen in de comments als die shit hier begint aan te branden. Want ze liggen op mijn welgeliefde Harry Potter boeken. En met hen mag er niks gebeuren. Dus let's go. In oktober was Gameforce. Ik ben alleen de zaterdag gegaan. Ik ben nog niet eens zeker of ik dit jaar naar Gameforce ga. Voor hele strakke redenen. Met de organisatie. En YouTubers die in de organisatie zitten. En dat ik niet overeenkom met YouTubers die in die organisatie zitten. Lang verhaal. Ik weet nog niet of ik naar Gameforce ga. Maar als ik niet mag, dan zorg ik wel dat ik gewoon kan inbreken in Gameforce. En dan mag ik daar een video van. Dan schuiven we door naar november. En toen kwam Advanced Warfare uit. En deels aan Advanced Warfare heb ik te danken dat ik en Ryan heel veel zijn kunnen groeien qua Call of Duty fanbase. Dus dat was ook wel fucking awesome. Was ook in november dat ik 100 likes per video begon te krijgen en zo. Super awesome. Dan is er een lange tijd niks speciaal gebeurd. Want dan was het natuurlijk examens. Maar dan in januari. Januari 2015. Oh, ik ga proberen het verhaal te vertellen voor het kaarsje is opgebrand. Dat is een goede challenge. Januari 2015. Super belangrijke datum. Want dat was de tijd waarin ik de squad leerde kennen. Waarin ik alle 9 mensen leerde kennen. Waar ik nu nog altijd erg bevriend mee ben. Echte broeders. In de kerstvakantie zijn wij ook mijn viral video gaan opnemen. De enige video op mijn kanaal die echt
wireless gegaan. Dat is de M-break video, die heeft nu 100k views, 100.000, super episch. En heeft meer dan 4k duimpjes omhoog, denk ik, ook super sick. Dat filmen, heb ik heel veel gemeet met YouTubers, daar hebben we heel veel dingen gefilmd. De kerstvakantie was vol super awesome. En toen heb ik natuurlijk ook de squad leren kennen. Ties, Joey, Maarten, Job, Sjaak, Gio, Alex, Ryan, ja, natuurlijk. Dan moeten we doorschuiven naar februari, toen ik voor de allereerste keer naar Amsterdam ging met de squad. Toen ik voor de allereerste keer ben gaan livestreamen bij Shaquille, was super awesome. Dan moeten we al doorgaan naar april, want toen hebben we gelivestreamd met de hele squad in Amsterdam. Dan moet ik doorgaan naar juni, en in juni was ik jarig. In juni was de 24 uur stream bij Shaquille. In juni is mijn computer kapot gegaan. In juni heb ik een nieuwe camera gekocht. In juni, ja, eigenlijk niks speciaal. Dan in juli heb ik heel veel gewerkt, maar heb ik toch nog geprobeerd om veel te uploaden. En ik denk wel dat dat gelukt is. En nu, holy shit, zijn we in augustus. En what the fuck, er is heel veel veranderd op mijn kanaal. Qua kwaliteit, qua content, qua mensen waarmee ik video's opneem. Wat eigenlijk nooit gebeurt, want het is mijn channel. Qua layout, qua intro's, qua geluidskwaliteit. Wat jullie eigenlijk niks boeit, maar oké. Okay. Vorig jaar had ik nooit gedacht dat dit ging lukken met mijn channel. Maar nu is mijn enige vraag, hoeveel zieker kan het nog worden naar volgend jaar? Ik denk dat het fucking awesome kan worden. Ik denk dat het echt een zieke periode gaat worden, want ik ga blijven gaan. Nu is het daily augustus, maar ik ga er gewoon een daily ace het jaar van maken. En ik ga gewoon proberen zoveel mogelijk dagen te uploaden en zo weinig mogelijk dagen te skippen. En we hebben nog een beetje tijd, want de kaarsjes zijn nog niet volledig uitgebrand. Dus let's go. Er zitten geweldige dingen aan te komen waar er nog niks van besproken is. Dus eigenlijk weet ik zelf niet wat er zo geweldig aan is. Maar er gaan gewoon geweldige dingen aankomen. Morgen ga ik naar de Amsterdam Dutch YouTube Gathering fan meetup shit, waar heel veel mensen naartoe gaan. Wordt super awesome. En ik heb echt zin om nog een jaar te knallen op YouTube en misschien nog eens mijn subs te ver-20-dubbelen. Nooit gaat lukken, maar we kunnen wat proberen. Ik ben Acid en ik zal zeggen, neem je aardappeltaartje en spuit het uit met vloeibaar water. Happy birthday! Happy birthday! Ik ben Acid en ik zie jullie bij de volgende video op mijn kanaal. Let's go! They call me a spaceman.